Maak je klaar, want het is begonnen. Ik ga ook even met dit soort titels spelen en kijken hoe dit overkomt. In dit filmpje ga ik het met je hebben over eenzaamheid, oude patronen, angst overwinnen, relaties, single zijn en in de energie staan van dit moment. Ja? Blijf bij me, want ik heb net een channeling online gezet. Waarin ik met de meesters van het licht eigenlijk een channel en een boodschap doorgeef over zorg goed voor jezelf, zorg goed voor je lichaam. Ik had net een vriend van mij aan de telefoon en ik had mijn zus aan de telefoon. En het is nu echt, hoe laat is het? Het is 9:45, woensdagochtend. Dus ja, ik was aan het lopen om 7:30, belde mijn zus al. Die zei, ik had een droom, Manies, moet ik met je over praten? En net belde een vriend, die zei, ik was in Thailand, ben ik weer thuis. Laten we even met elkaar van hart tot hart in gesprek gaan nu. Dus ik ben ook even eerlijk met jou. Ja, die vriend van mij, die komt allemaal klachtjes tegen in zijn lichaam. Last van zijn voeten, wil graag afvallen, lukt niet helemaal. Hier een ontstekingswaarde, daar een ontstekingswaarde. Een andere vriend van mij ook, heeft constant ontstekingswaarde. Hard werken, dedicated zijn, toegewijd zijn. En geen rust kunnen nemen. Ken je dat? Geen relatie hebben. Alleen zijn. En in je eentje alles moeten doen. Ken je dat ook? Mijn zus die had het over een droom over familiesystemen. Gebroken families. Traumaverwerking. Diepe pijnstukken tegenkomen en eigenlijk dat vanuit het lichaam ook verwerken. Mijn zus was heel mooi bij een osteopaat geweest. En die heeft eigenlijk dat trauma, emotionele traumasysteem in haar lichaam werd aangeraakt. Dus haar lichaam begon te trillen. Kan je heel mooi met emotioneel lichaamswerk doen. Hè? Op diep, diep, diep niveau zegt het lichaam, ik wil loslaten. Ik wil diep ontspannen. Ik wil uit die trauma. Ik wil uit de shock. Ik weet niet of je dat kent. Blijf bij me. Kijk, als kind zijnde, hè, als we kijken naar, we worden allemaal geboren in een bepaald gezin, we krijgen allemaal niet wat we nodig hebben. Hè. Waarom zijn er zoveel mensen single en waarom hebben zo weinig mensen relaties? En als ze een relatie aangaan, zeggen ze, waarom heb ik dat altijd? Waarom heb ik altijd iemand die emotioneel niet beschikbaar is? Iemand die veel te claimerig is? Iemand die eigenlijk toch liever geen relaties aan. We gaan iemand die wegloopt. Iemand die niet kan communiceren. Iemand die hechtingsproblematiek heeft. Bindingsangst, verlating. Waarom heb ik dat nou weer? Nou, single zijn in deze wereld is traumatisch bewijzen van. Want vind maar de juiste persoon. Vind maar je soulmate. Televisie schetst de mooiste romantische relaties die allemaal gespeeld zijn. Het is allemaal script. Het is allemaal gewoon geschreven personages. Niemand voldoet aan die personages op televisie als in die films. Maar iedereen wil zo iemand. Zeker vrouwen, die willen allemaal zo'n man die fantastisch kan communiceren, die alles voor ze doet. Hè? Maar laten we even heel helder zijn. Deze energie van dit moment vraagt van ons om heel goed naar onze eigen stukken te kijken. Dat is de grootste transitie die er is. Want we zijn uit verbinding. We voelen ons eenzaam. En ik praat gewoon in we. Ja, we voelen ons eenzaam. En we zijn allemaal op zoek naar die geborgenheid, die veiligheid, dat vertrouwen. Maar in mijn vorige filmpje zei ik al, hoe ga je eerlijk zijn in een wereld die nep is? We zijn allemaal op zoek naar die hart-tot-hart verbinding. We zijn allemaal op zoek naar die ideale partner, dat maatje om je leven mee te delen, om leuke dingen mee te doen. Maar heel veel van ons moeten het alleen doen. Ik moet het ook alleen doen. En ik ben soms ook verdrietig en boos. En dan denk ik, kijk nou hoe fantastisch ik woon. Kijk nou wat een fantastisch mens ik ben. Waarom moet ik dat toch allemaal alleen doen? Maar vind maar de juiste partner. En zoals ik al zei, we zijn allemaal getraumatiseerd. We zijn allemaal imperfect. We zijn allemaal niet meer in staat om te communiceren vanuit het hart. Relaties, hè? Relaties moeten we creëren. Hè? Jij en ik, wij vinden elkaar wel leuk. We hebben een chemie. We hebben zoiets van, hey, ik vind jou aantrekkelijk. Jij vindt mij aantrekkelijk. Oké, nou, dan gaan we elkaar leren kennen. Mensen willen allemaal, ja, maar ik ben niet verliefd op jou. Nee, maar dat zijn ook sprookjes. Ja, maar ik ben hotel de boter verliefd. Maar
verliefd zijn is een soort verslaving, is een obsessie. En eigenlijk wil je dat niet. Je wil helemaal niet in die verslaving en die obsessie zitten van verliefdheid. En eigenlijk helemaal nergens meer aan kunnen denken dan maar aan één persoon. Je wil eigenlijk niet zo verliefd zijn. Eigenlijk is het veel leuk om van iemand te houden dat je denkt, oh wauw, ik vind jou een mooi mens, ik vind jou fantastisch en ik hou wel van jou. En ik wil jou wel beter leren kennen. En het is veel fijner om vanuit een vriendschap zo'n relatie te beginnen dan een verliefdheid. Dus val niet in die illusie van, ja maar ik ben niet verliefd op jou. Nee, het fijnste is dat je wel zegt, ja maar ik vind jou wel aantrekkelijk. Ik heb wel een bepaalde fysieke aantrekkingskracht. Ik vind jouw feromonen fijn. Ik heb wel behoefte om met jou intiem te zijn. Ik zou wel met jou intiem willen zijn. He, dat je dat wel voelt. Maar begin eigenlijk gewoon zo'n relatie op te bouwen. Wie ben jij? Wie ben ik? Wat vind jij leuk? Wat vind ik leuk? He, en heb daar gelijkwaardige factoren in. Het is natuurlijk opposites attract. Dat is heel leuk. Maar weet dat als iemand heel anders is dan jij en je bent er heel aangetrokken voor, tot. En er zit dus dan is er veel confrontatie, maar dan heb je ook veel met jezelf nog uit te werken. Dan mag je zelf echt gaan staan in wie je bent. Ga zijn wie je bent. Mijn zus zei dat vanmorgen. Die zei, hè, dat die familiesystemen en een gebroken families. Wij hebben ook zo'n gebroken familie en een getraumatiseerde familie. En ze zegt, ja, weet je waar het eigenlijk op neerkomt, zei ze, dat ik gewoon helemaal mezelf mag zijn. Wat bevrijdend. Ze zei, ik voel nu eigenlijk, ik moet gewoon mezelf zijn. Ja, jezelf zijn in deze wereld waarin alles een beetje koekoek is. Dat je denkt, ja, maar hoe, als alles zo gebroken is, moet ik het dan fixen? He, codependency. Ik zit ook een beetje met mijn codependency stukken van, ja, ik wil heel graag zorgen. Ik ben ook een heel zorgzaam mens. Ik vind het ook heel leuk om te zorgen, maar daarin vergeet ik ook mezelf. Ken je dat? Dus in deze tijd worden we uitgenodigd om naar de relatie met onszelf te kijken en tevens relaties aan te gaan met anderen. Het is niet de bedoeling in deze tijd dat we allemaal getraumatiseerd blijven, in onze angst en onze onzekerheid zitten, in de vermijding zitten, in de dualiteit stappen. Ja, maar jij? Nee, het is begonnen, lieve mensen. Het is eclipseizoen, de lente begint. Het is tijd voor ons om in die liefdevolle relatie met jezelf te stappen en levensvreugde te gaan ontdekken. En die levensvreugde ontdek je met elkaar. Ja, maar door niet te zeggen, ik duik met iedereen meteen het bed in die ik ontmoet en ik heb seks nodig. Nee, jij hebt geen seks nodig. Jij hebt fysieke intimiteit nodig en emotionele intimiteit. En mannen ook, vrouwen. Mannen hebben ook behoefte aan emotionele intimiteit, fysieke zachtheid. Mannen willen ook gewoon geborgen zijn, gekoesterd worden, bemind worden, geliefd zijn. Vrouwen kunnen ook zo hard zijn tegen mannen. Ik zat de Love is Blind te kijken, seizoen 6. Vind ik dat interessant, ook hoe ze dat doen. En dan denk ik echt, oh, wat vreselijk gênant hoe dan een vrouw helemaal zo'n man narcistisch stuk maakt. En dan denk ik, dat kan echt niet, lieve mensen. Dat kunnen we niet toestaan. Dat kunnen we ook niet. Daar mogen we ook helemaal niet naar kijken. Het is niet toegestaan in deze energetische tijd dat we elkaar stuk maken. Het is tijd dat we kijken naar onze eigen stukken. Ja. Ons eigen werk doen. Omdat jouw ziel de leider wil zijn van jouw leven. En ik geloof dat daar allemaal liefdevolle intenties zitten. En confrontaties horen bij het leven. Maar we stappen uit de energie van angst en trauma. En ja, misschien komt er weer een oorlog. Maar dan is het aan ons om te zeggen, wij vechten niet met angst, maar wij vechten met liefde. We gaan niet bang zijn voor alles wat er gebeurt. Maar je gaat in de verbinding stappen. Wij gaan met z'n allen als mensheid zeggen, weet je, wij gaan niet tegen elkaar zijn. Wij gaan samen sterk staan. En dat is de tijd die er nu is. Wij gaan samen sterk zijn. Ik zei tegen die vriend, hij zegt, wat moet ik nu doen? Want ik ben weer in Nederland en ja, mijn agenda zit weer volgepland en maar ik heb al die klachtjes in mijn lichaam en ik moet eigenlijk beter ontspannen en ik heb mijn trauma's te verwerken, maar ik weet gewoon niet hoe. Wat moet ik doen? Moet ik gaan mediteren?
Moet ik yoga doen? En toen zei ik, nee, jij moet samen gaan zijn met iemand. En dit is gewoon het moment dat je gewoon met iemand moet zijn en inderdaad van voelen en praten. En soms misschien gewoon geknuffeld worden. Ik ben iemand die dat kan. Maar ja, het is ook mijn werk, het is ook mijn beroep. Dat ik kan zeggen, kom, ik hou je vast. Gewoon niet praten. Ik hou je gewoon vast en we zitten samen gewoon in die fysieke verbinding. Verder helemaal niks. Er is niks seksueels aan. Gewoon even knuffelen. We zijn allemaal bang voor elkaar. Ja, maar wat wil je van me? Wat moet je van me? En jij claimt mij. Oh, er zitten zoveel hechtingsproblematiek, bindingsproblematiek, verlating. Oh, ga je weg? Waar ga je heen dan? Ik had gisteren een akkefietje met mijn hond. Ik heb een hond van 14 maanden. Ja? En dan heb ik ook nog zo'n jachthond eigenlijk. Die aan de ene kant heel sociaal en liefdevol en luistert. Maar hij is 14 maanden, dus hij vindt het ook heel leuk om zelf weg te rennen. Nou, en we rennen, ik loop altijd met zijn beste vriendje. En dat beste vriendje is een border collie. Dus die is heel beschermend. Dus die is heel veel bij zijn baasjes. Nou, mijn hond loopt weg, want dat is een jachthond. Maar die hond die wil herden, die wil zeggen, kom allemaal bij elkaar. Maar als we samen zijn, loopt die andere hond natuurlijk gewoon met mijn hond mee. En dan en Keanu kan er wat van om gewoon een andere kant op te lopen. Die kan achter auto's aanrennen. Die gaat zijn neus achterna, want het is een jachthond. Dus gisteren was hij gewoon lekker helemaal de andere kant opgelopen. Hij heeft een trekker. Nou, als ik hem roep, komt hij niet. Ik wist waar hij was, dus ik zoeken. Ik roepen. Nou, nee hoor. Ik denk, god, we zitten in zo'n fase, 14 maanden. Uiteindelijk samen terug. Nou, zeiden mijn buren, die zeiden van, ja, Manisha, we willen jullie voorlopig even de komende weken niet zien. Waarop ik zei, niet doen dit, hè. Ik zeg, niet persoonlijk maken dit, hè. Ik zeg, als je nu de komende weken ons niet gaat zien, los je het probleem niet op, hè. We lossen dit probleem op doordat ik mijn hond aan de lijn doe en met hem ga trainen, zodat hij beter naar mij luistert. Maar mijn hond moet gewoon, wij noemen dit Campo, moet hij gewoon aan de lijn. Dus vermijden, daar los je niks mee op. Dus hij zei, nee, we gaan nu even die emoties verwerken. En als we deze emoties verwerkt hebben, zien we dan wel verder. Ik zeg, nou, dat vind ik helemaal prima. Ik respecteer jullie. He, ik respecteer jullie grens. Ik zal jullie ook met rust laten. Maar ik blijf hier wel lopen met mijn hond aan de lijn. Ik ga deze plek niet vermijden. Ik ga juist hier blijven lopen met mijn hond aan de lijn. Zodat hij luistert. Zodat hij weet dat hij bij mij moet blijven. En niet die tuinen in kan gaan en weg kan lopen. Maar dat hij bij mij blijft. En dan gaat hij bij mij voor het huis. Mag hij los. Nou, hij keek me aan en ik denk, kijk, ik ga de confrontatie aan, ik blijf in verbinding en ik zeg waarvoor ik sta. En hij gaat in die vermijding, hij heeft zoiets van, hij stapt in de angst. Nee, we gaan niet meer met jullie om, we gaan niet meer lopen. En die honden, ja, jouw hond heeft een slechte invloed op mijn hond. Nou ja, jouw hond luistert ook niet naar jou. Ja, maar dat is kuddegedrag. Ja, kuddegedrag. Zie dit ook als een teken dat je je hond moet trainen. En niet alleen maar naar mij wijzen. Nou, kijk, dit is natuurlijk wat we krijgen in de wereld. Dus oké, we gaan niet meer met jou om. Ik wil niet, jullie zijn confronterend. En zij moeten naar zichzelf kijken. Zij moeten hun hond ook opvoeden. Maar dat gaan ze niet doen. Nee, onze hond luistert namelijk heel goed. Gaat niet op hondentraining. Ik zit op hondentraining. Ik train mijn hond. Maar ik heb een jachthond. Die gaat soms zo haar neus achterna. Nou goed, wat ik daarmee wil zeggen is, blijf in je center. Blijf de confrontatie aangaan in liefde. Ga niet dingen vermijden, maar ga dingen aan. Kijk, single zijn in deze wereld, ik vind het ook niet altijd leuk. Ik woon in mijn eentje op een berg, hier, in een fantastische plek. Ik heb allemaal hele leuke mensen die bij mij komen. Eén grote familie heb ik constant hier om me heen. Ik heb lieve vrienden, ik heb fijne dieren om me heen. Maar ik wil ook graag een liefdevolle man om me heen. Maar verdomme zeg, hoe dan? Hoe vind ik iemand hoe trek ik zo'n man naar me toe die in mijn leefstijl past? Die net zo is als ik eigenlijk. Die geniet van dit leven, die dit leuk vindt, die van dieren houdt, die van gezond eten houdt, die van lekker bewegen houdt. Hè, die van het outdoor leven geniet, die van mensen houdt, die met mensen wil werken. Die lekker kan klussen, die huizen kan onderhouden. Die gewoon kan genieten van het leven, zichzelf ontwikkelt, hè? Dat zijn nogal wat. En dan zeggen mensen, niet zoveel eisen, Manisha. Ja, niet zoveel eisen.
het is heel leuk voor mij om iemand te ontmoeten die in de financiële sector zit, die een baan heeft van 9 tot 5. Die niet van mensen houdt, niet van bewegen houdt, niet van het buitenleven. Dat kan niet, dat snap je wel, hè? Dus ben ik veel eisend? Of weet ik gewoon heel goed wat ik wil en wordt daardoor die selectie gewoon heel veel kleiner? En moet ik daarvoor geduldiger zijn? Geduldiger? Ja, geduld hebben. Hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij jou? Ben jij single? Heb je een relatie? En als je in een relatie zit, hè, een goede relatie creëer je met z'n tweeën. En dan kan je wel zeggen, ja, hij is zo en ik ben zo of zij is zo en ik ben zo. En vrouwen niet zo zeiken tegen mannen. En mannen, hou rekening met vrouwen en hun emotionele, hormonale schommelingen. Als man zijnde, onthoud toch altijd dat een vrouw gewoon schommelt. En heb daar gewoon geduld voor en respect voor. En pak het niet persoonlijk. En als vrouw, weet dat een man gewoon anders in elkaar zit. Die communiceert anders, die denkt anders. Die heeft niet zoveel hormonale schommelingen als jij. Dus wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt. En wat er gaat komen. Ja, een oorlog uit angst. En we worden uitgenodigd om te gaan staan voor liefde, voor verbinding, voor vertrouwen. Dat is wat er op dit moment staat. Deze mensheid, wij vechten voor liefde, wij vechten voor verbinding. Wij zijn hier om elkaar te spiegelen en te zeggen, hey, wake up, ik ben er voor je. Kom bij mij in Spanje. Dat zei ik ook tegen die vriend, kom bij mij. Ja, je betaalt ervoor, ja. Maar ik ben er voor je. En hoe fantastisch is het dat ik een week lang er voor je ben en dat je door al je stukken heen mag gaan. Ja, niet 2 weken. Je kan niet 2 weken blijven. Ook niet een maand. Een week, ja, mag je blijven. Want het is intens. Met z'n tweetjes werken. Met z'n drietjes werken. Of met z'n viertjes werken. Het is gewoon hard werken. Het is hard. H-A-R-T. Dus wat is er aan de hand? We mogen allemaal met ons hart werken. We mogen trauma's doorbreken. We mogen uit onze oude patronen zijn. We mogen liefdevol voor elkaar zorgen. We mogen er voor elkaar zijn. Onvoorwaardelijke liefde. Relaties aangaan. Relaties creëren. Weet je, dat doen we met z'n tweetjes. We doen dit samen. Hoe dan? Ja, samen en alleen. Ja, jij pakt jouw ruimte. Ik pak mijn ruimte. En we gaan samen kijken. Latrelaties zijn fantastisch. Maar we hebben een huizentekort. Dus mensen moeten weer bij elkaar wonen. Ga die confrontatie aan van het samenwonen. En ga op zoek naar die middenweg. Wat vind jij leuk? Wat vind jij leuk? Hoe kan ik lief zijn voor jou? Hoe kan jij lief zijn voor mij? Stap uit die vermijding. Stap uit die angst. Stap uit het ik moet alles alleen doen en ik moet voor mezelf zorgen. Nee. Oké, hoe sta ik open voor jou? Hoe ga ik weer liefdevolle relaties aan? Hoe kan ik er zijn voor jou? Hoe kan ik aanvullend zijn? Hoe kan ik ondersteunend zijn? Wat heb ik zelf te doen? Wat zijn mijn... Ken je dat, zo'n SWOT-analyse? Wat zijn je sterke punten? Wat zijn je zwakke punten? Wat zijn je kansen? Wat zijn je bedreigingen? Dat kan je ook voor je eigen persoonlijkheid doen. Zo van, oh ja, wacht. Dus dit zijn mijn sterke punten. Schrijf er 5 op. Dit zijn mijn zwakke punten. Schrijf er 5 op. Nou, dit zijn kansen. Dus als ik met iemand ben, zijn dit de kansen die ik zeg maar kan leren. Of waar kan ik in groeien. En dit zijn de bedreigingen. Zo van, oh ja, ik val eigenlijk hier in oude pijn. Ik val in mijn ego stuk. Ik val in frustratie. Ik val hierin. Ken jezelf. Ja? Ben ik een beetje helder? Dus eerlijk zijn in een wereld die nep is. Er wordt oorlog gecreëerd vanuit angst. Er worden bommen gegooid vanuit angst. Wordt nog banger. Mensen zijn slachtoffer van manipulatiepraktijken. En mensen worden doodgeschoten, neergeschoten, stoken. Mensen vermoorden elkaar. Kinderen worden compleet misbruikt. Hou op. Het is tijd om daaruit te stappen, maar dat nodigt jou en mij uit om wel te gaan zijn. Hè? Zo mooi dat mensen ook reageren van, ja, gewoon jezelf zijn. Want mijn zus ook zei, mijn god, we komen eigenlijk uit best een gebroken familie. Maar ik moet gewoon mezelf zijn. Ja, en ze zei, ja, en ik besef me dus nu, zei mijn zus, als ik mezelf ben, dan gaat alles gewoon veel makkelijker. Ze zegt, ja, je zou het misschien stom vinden. Ik zeg, nee, ik oordeel niet. Ik zeg, praat gewoon. Ik oordeel niet, ik vind het heel fijn dat je het zegt. Praat gewoon, ik luister. Ze zegt, ja, het is alsof de kwartjes nu vallen. Ik zeg, ja, dat snap ik.
Maar dat heb ik ook nog steeds. Ik zit ook een beetje, waarom als ik met mensen ben, vind ik het zo moeilijk om goed voor mezelf te zorgen? Waarom ben ik altijd in die zorgmodus? Altijd maar, wat heb jij nodig? Kom, we moeten eten. Kom, ik ga eten maken. Altijd zorgen. Maar ja, ik heb ook gewoon even mijn tijd nodig en even alleen zijn. Altijd maar doorgaan. Ja, zo'n moeder-vrouwelijke rol. Als moeder altijd maar doorgaan. Als man altijd maar werken. Die vriend van mij zei ook, ja, mijn acupuncturist, die zei, een andere, die zei, ik moet gewoon 's avonds ontspannen. Maar je bent single, je bent alleen. Je hebt online werk. Ja, dan ga je maar door. Maar niet doen. Wat kan je doen om te ontspannen? En dan soms die eenzaamheid voelen. Dat je denkt, shit, het is helemaal niet leuk alleen. Nee, het is ook helemaal niet leuk alleen. Oké, hoe ontmoet ik iemand om die levensvreugde te vinden? Want relaties zijn vaak levensvreugde. Hobby's hebben levensvreugde. Leuke dingen doen levensvreugde. Verbinding levensvreugde. Lekker vrije levensvreugde. Lekker knuffelen levensvreugde. Goede gesprekken levensvreugde. Dus als je het aan mij vraagt, waar moeten we naartoe met de mensheid? Uit de angstpandemie. En in de liefdesenergie. Maar dan bedoel ik gewoon goed voor jezelf zorgen. Hè? Goed eten, goed slapen. Ga bewegen, ga buiten zijn. Ga ademhalen, ga leuk gesprek hebben. Ga lief zijn voor mensen, ga lief zijn voor jezelf. Ga lekker met dieren knuffelen. Heb huisdieren. En niet van, ja, maar het is allemaal veel te veel werk. Nou, ik zou je zeggen, mijn hond is het beste wat me is overkomen. Ik ontmoet zoveel leuke mensen door met die hond te zijn. Dat is echt fantastisch. Dat is in Nederland denk ik ook wel zo. Ja, jullie hebben heel veel regen, dat is jammer. Of in België of waar je ook woont. Ik heb heel weinig regen. Ik heb heel veel zon. Levensvreugde. Dus ja, het zit er aan te komen, lieve mensen. Energieën in de lucht maken je moe. Je moet door stukken heen. Je moet je eigen stuk gaan aankijken. Allemaal, jouw ziel gaat jou wakker maken met je lichaam en in je dromen. Mijn zus vannacht ook. Het is gewoon, zei in mijn dromen, zei ze. Papa heeft me vannacht gewezen naar dit en dit en dit. Denk ik, yes, het onderbewuste komt naar voren. Het onderbewuste gaat helpen om dingen op te lossen. Fantastisch. Ja. Wat is belangrijker? Wie is belangrijker? Maak een lijstje. Dit is noodzakelijk. Dit is belangrijk. Dit is niet noodzakelijk. Dit is niet belangrijk. En dan moet hier gewoon noodzakelijk is zelfzorg. Van mezelf houden is noodzakelijk. En die relatie is misschien ook noodzakelijk in je leven. Omdat dat levensvreugde geeft. En lief zijn voor je partner. En lief zijn voor je kinderen. En niet alleen maar dat de tijd verdwijnt en de tijd lost op. Nee, quality time. Quality time met je gezin. Quality time met je familie. Quality time met je vrienden. Quality time met jezelf. Quality time in de natuur. Dit gaat nu belangrijk worden. Quality time. Aanwezig zijn. Verbinden. Liefde. Nou, ik hoop dat je naar me hebt geluisterd in het hele filmpje. Ik neem even een slokje om te kijken of ik nog iets moet zeggen. Ja, herinner wie je bent. Ga jezelf zijn. Je bent namelijk al echt te gek en leuk genoeg. Ja, er zitten allemaal een beetje, soms zitten in ons van die verrotte ego-patronen. Ja, werk eraan. Heb het door. Zo, shit, dit is echt weer mijn oude ik die aan het claimen is, die dit van je wil. Maar ja, ik stap in deze en deze en deze personen, patronen. Heb het helder. Spreek het uit naar de ander. En die ander zegt, ja, dat doe jij inderdaad. Vind ik heel vervelend. Ja, sorry. Vergeef je me? Ja, oké, goed. Zo, knuffelen. Is het weer goed? Is het weer goed. Ook dat, hè, heb ik in vriendschappen ook veel, hoor, met mijn vriendinnen zo van, oh, ga je nu weg? Ga je nu de vriendschap verbreken? Nee. Waarom? Nou, ik ben gewend eigenlijk dat iemand nu gewoon niet meer met mij om wil gaan. Ik zeg, ja, waarom? Omdat je boos om me bent geweest? Omdat je grenzen aangeeft? Dat je je uitspreekt? Ik zeg, nee, ben ik alleen maar heel blij mee. Ga dat juist doen. En ik blijf bij je. Ik vind het, ik word heel blij van jou. Dat jij tegen mij zegt, nou, nu moet je even je mond houden. Maar nu vond ik jou heel stom. Of ja. Ah, oh, oké. Okay. Ja, mag, prima, ja. Ja.
Ja, of ik ben heel boos en ik ga je nu even uitschelden. Oh ja, is goed. Niet persoonlijk, niet persoonlijk. Oh, scheld me maar even uit. Ja, moet je weer even wat lulligs over me zeggen? Ja, zeg me wat lulligs over mij. Loop je nu bij me weg? Nee, nee. Ja, het zegt meer over jou dan over mij. Maar ja, dat mag. Ik bedoel, ik heb het ook gedaan. Ik ben ook boos geweest. Ik ben ook niet perfect. Hè? Ik ben ook imperfect. Ik heb ook mijn dagen dat ik denk, oprotten allemaal. Echt, nee. Zeker soms hormonaal, dat ik denk, pff, weet je, laat mij even alleen zijn. Hoort erbij, hè? Dus, we zijn imperfect in een wereld die van ons perfectie vraagt. Maar wie vraagt perfectie? Is het de media? Dus vraag het niet van jezelf. Vraag niet om perfect te zijn. Ga lekker imperfect zijn. Doe lekker waar jij blij van wordt. Alles is goed, maar vind dat waar jij blij van wordt. Doe alsjeblieft jouw leuke dingen. Vind hobby's. Vind hoe je jezelf kan vermaken. Whatever. Als het Netflix is, prima. Word blij. Wees blij. Heb het goed. Zit jezelf niet af te zeiken. Heb geen zelfkritiek de hele tijd. Ga leven. Ga leven in deze wereld. Ja, ga leven. Niet bang zijn. Go. Hè? Laat die oude patronen los. De parentificatie met je ouders. Ga lekker op je eigen benen staan. En ja, voel, je bent vrij. We zijn echt wel vrij in deze wereld. Of maak jezelf vrij. Maak jezelf vrij van je oude pijn, van je oude stukken die jou beperken, die jou tegenhouden. Ik help je daarmee. Ik wil je daar zeker bij helpen. In je persoonlijke, spirituele ontwikkeling. En let's do it, ja? Yeah? Nou, vrede op aarde. En als er oorlog is, waar dan ook in de wereld, stuur er liefde naartoe. Duik er niet in met je hele hart. Ga niet zeggen, oh, ik heb zoveel medelijden. Nee, compassie, vergeving, in je hart aanwezig zijn. Geef de energie en liefde aan jezelf. En stuur de liefde naar alle mensen die het nodig hebben. Ja? Vul jezelf met liefde en stuur dan de liefde de wereld in. Dat is wat wij het allerbeste kunnen doen. Ja? En als je in oorlogssituaties zit, zorg heel goed voor jezelf. En zorg dat je veilig bent. Ja? En laatste nog, doodgaan is ook niet erg. Ja, ook bij deze. Ga geen angst hebben voor de dood. Want zorg dat je een goed leven hebt. Alle onafgemaakte zaken achter je hebt gedaan of afgemaakt hebt. Geen onafgemaakte zaken meer hebt. Zeg tegen de mensen dat je van ze houdt. Als er dingen zijn dat je denkt, heb ik spijt van. Spreek ze uit, herleef het, doe het. Ga je bucketlist bij langs. Maar doodgaan is niet erg. Nee. Doodgaan, dan is dit leven klaar. En dan ga je gewoon over. Ja, het is niet erg dat dit leven eerder klaar is dan dat je zelf had bedacht. Maar zorg ervoor dat je nu al je dingen gaat doen. Wacht niet langer, twijfel niet langer. Ga die verbintenis aan met jezelf, met anderen. Heb lief, wees geliefd. Voel de waarde van jou. Voel de waarde van het leven. En leef, ja? Leef.